Ja, ik doe eigenlijk verschillende dingen nu op dit moment. Ik heb nog steeds de passie voor bewegingsonderwijs. Waarbij momenteel vanwege de COVID-maatregelen ziet het er wel anders uit. Ik werk nu samen in een bedrijf, in een organisatie binnen de skisportbranche met Snowplus. Opgericht door Michael Ten. Daar doen we skilessen en snowboardlessen verzorgen aan mensen met een verstandelijke beperking. Zoals syndroom van Down of zwaar autisme. Waarbij, dat is heel mooi om te doen nu. Alleen die lessen die zijn gewoon op dit moment gewoon heel weinig. Maar afgelopen zomer ben ik een windsurfcentrum, eigenlijk watersportcentrum begonnen. Suppen en windsurfen. Hebben we ook op deze plas hierachter veel les gegeven. Ja, dat was ontzettend mooi om te doen. We deden ook projecten zoals Sup & Hit Workout. Dat is eigenlijk een vorm van fitness op het water, waarbij je goede evenwicht en verhouding hebt tussen inspanning en ontspanning. En ja, we van suppen een veel grotere activiteit maakten als alleen op een plank staan en peddelen. En daar is zoveel meer in te doen als dat je eigenlijk in eerste instantie zou realiseren. Momenteel ben ik veel aan het werk in het centrum van Rotterdam, waarbij ik ex-gedetineerden werk die behoefte hebben aan reïntegratie in de samenleving. En daar ben ik ook bezig nu met een project die we willen bootcamps gaan organiseren in de stad. En daar zijn we nu mee bezig. Ja, wat ik kan vertellen over de tijd na MBO voor lesjesport. De principes die ik heb mogen leren van mijn oude opleiders zijn eigenlijk pijlers voor mijn leven geworden. Waarbij ik die nog steeds dagelijks toepas. En ze gaven naast bewegingsonderwijs ook een stuk levenswijsheid mee binnen in de opleiding. En ja, als oude studenten dit zouden zien, dan zouden ze ook weten wat ik daarmee bedoel. En ja, dat dat gewoon heel goed was. Ja, een grote factor eigenlijk binnen de opleiding was persoonlijke ontwikkeling, karaktervorming. En dit was eigenlijk heel essentieel om een goede sportinstructeur te zijn. En het mooie is dat ik heb er veel aan gehad in mijn sportbranche waar ik in gewerkt heb, maar eigenlijk ja, ook gewoon in mijn privéleven. En dat maakt het wel heel waardevol. Ja, hoe makkelijk ik aan een baan gekomen ben? Nou, door de ervaring die we opdoen, door de skills die we leren, de diploma's die we halen, zou ik eerder willen zeggen dat we een keus hebben op de arbeidsmarkt. Ja, hoe er tegen ons diploma aangekeken wordt. Mijn oude opleiders die hebben wel echt een keurmerk mogen wegzetten met MBO voor lesjesport. Waarbij theoretisch gezien eigenlijk de opleiding evenveel waarde heeft qua diploma als een andere MBO 4 sportopleiding. Terwijl inhoudelijk het onderwijs gewoon heel sterk was, waardoor er meer persoonlijke ontwikkeling kwam bij de studenten als ze afstudeerden. Dat was merkbaar vaak in bedrijven. En dat is uiteindelijk ook het wel wat een stuk waarde geeft waarom je zo'n soort opleiding zou kunnen doen, omdat het meer persoonlijke aandacht geeft. En daar staat ook wel tegenover uiteindelijk. Ja, bijvoorbeeld mijn praktijkexaminator die heeft me uiteindelijk beoordeeld. En die zei tijdens de beoordeling dat hij vond dat ik op hbo-niveau mijn examen deed. Terwijl ik persoonlijk zelf helemaal niet vond dat ik
echt snel de opleiding per se de leerstof leerde. Maar wel een doorzetter ben geweest om dat op te pakken. En uiteindelijk heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen.